Dit is het RTI Nieuws van dinsdag 21 september, met vandaag. Stemt de Hilversummer het liefst op woensdag of op zondag? Welke dag zou je het liefst willen stemmen, op de woensdag of de zondag? Woensdag. En waarom? Nou, zondag dan heb je vrij, hè? Op de woensdag of de zondag? Zondag. Nou, dat zal wel zondag worden. En waarom? Dan moet ik werken woensdag. Willen stemmen? Ja. Woensdag of? Of de zondag? Zondag. Zondag, want woensdag moet ik werken. Woensdag. En waarom? Omdat je het weekend altijd plannen hebt, dingen te doen hebt. Door de week kan ik dat beter inplannen. Ja, ik weet niet. Zondag lijkt me beter, denk ik. Oké, en waarom? Ja, dan iedereen is vrij. Dus woensdag werkt iedereen, dus ze kunnen helemaal niet stemmen. God. Daar moet ik ze even over nadenken, hoor. Woensdag. En waarom? Omdat ik op zondag liever niet stem. Nou, het zou mij weinig uitmaken. Zondag zijn de meeste mensen vrij en de woensdag... de meeste mensen niet, maar... Ik maak geen bezwaar tegen de zondag. Meneer, ik heb alle tijd, zoals u ziet. Maakt mij niet uit. Woensdag. En waarom? Waarom? Omdat het een werkdag is en ga ik uit mijn werk gelijk stemmen. En op zondag heb ik misschien heel wat anders te doen of geen zin. Woensdag. En waarom? Dat komt makkelijkst uit, denk ik. Ik stem op de woensdag. Op de woensdag, denk ik. En waarom? Omdat je hebt toch de hele dag de tijd. En je kan 's ochtends stemmen, je kan 's avonds stemmen. Ja, de woensdag, zondag. En waarom? Waarom? Nou, ik vind het alle twee best, hoor. Ik ben gepassioneerd, dus het maakt mij niet uit. Ik denk dat de zondag beter uitkomt, omdat de meeste mensen dan... Ja, vrij zijn en toch niks te doen hebben. Ik stem helemaal niet. En u? Nou, laten we het woensdag houden. En waarom? Nou, dat komt mij beter uit. Het maakt me echt niet uit. Het maakt mij niet uit. Ik stem sowieso. Welke dag dan ook. Dinsdag tot zondag 31 oktober is er bij Beeld en Geluid een tentoonstelling over televisieseries. Als je de studio bij Beeld en Geluid naar binnen loopt, stap je letterlijk een scène in vol met achtervolgingen, cliffhangers of muzikale scènes. De tentoonstelling wordt haast beleefd als een ware televisieprogramma met jou erin. Het begint om 10 uur. Wat vindt u van de communicatie tussen de gemeente Hilversum en de bewoners? Heel slecht. Ik merk er weinig van. Ik geloof er geen oordeel over, ik heb daar nooit mee te maken. En u wordt nooit op de hoogte gehouden door de gemeente? Nou, dat zal wel in de krant staan, maar die heb ik niet. Als ik iets moet verlengen, een of ander document of iets eigenlijk, krijg ik vooraf al duidelijk van de gemeente bericht van dan en dan vervalt iets. Dus wat dat betreft denk ik dat van de gemeente uit ik niks te klagen heb. Slecht. Weinig, maar dat is bijna in elke gemeente zo. Maar waar is tegenwoordig het contact met de gemeentes en de regeringen?